Welkom bij televisie van Radio IJsselmond. Wij zijn twee dames die fysiotherapeuten zijn. Vanaf 9 mei een beweegprogramma op de televisie van IJsselmond. Doen dat van 9:30 tot 9:45 en alle werkdagen. En dat idee is een beetje geboren omdat ik een van deze mevrouwen ken. En ik weet dat zij daarmee bezig waren geweest. Dus we zijn nieuwsgierig hoe zij op het idee zijn gekomen om zo'n programma te maken. Ik ben Ine Wigwold. Ik ben Irma Bol. Wij zijn allebei geriatrie-fysiotherapeut, dus fysiotherapeuten voor ouderen. Ja, ik in Oosterbeek, in de regio Arnhem. En Irma hier in de IJsselmuiden. Okay. En voor ons afstuderen van de opleiding geriatrie hebben we bedacht dat er een beweegprogramma zou moeten zijn, à la Nederland in Beweging TV, van Olga Commandeur. Ja. Maar dan toegesneden op ouderen, zodat ook mensen die wat minder makkelijk ter been zijn, minder goede balans hebben, mee kunnen doen. Liefst elke dag in de week, maar in ieder geval 5 keer om aan de Nederlandse norm gezond bewegen te voldoen. En dat hebben we gemaakt hier in IJsselmuiden met allemaal ouderen. In Nederland in Beweging net eventjes niet kunnen bijbenen. Hè. Dat gaat dan te snel, dat gaat allemaal staande. En zelf heb ik veel ervaring met groepen ouderen vanuit het Meer Bewegen voor Ouderen. Dat is allemaal op de stoel. En vaak zeiden mensen dan van, dan vroeg ik ze van, jullie kunnen 's morgens mooi meedoen. Hè. Dat is lekker, hè, een mooi tijdstip van de dag om te beginnen. U bent allemaal vroeg op. Ja, maar dat gaat dan niet. Of het is allemaal staand. En zei van, ja, maar als het nou zittend zou zijn, zou u dat dan makkelijker vinden en wel doen? Dus ja, dat idee zat al heel lang in ons hoofd eigenlijk. Of vooral in mijn hoofd. En Irma had ook zoiets. Ze zei van, nou oké, dan gaan we daarmee aan de gang. En vandaar dat het programma zo tot stand gekomen is. Ja. En is het vooral alleen bewegen? Of hebben jullie er ook nog wat meer omheen aan informatie? Want dat heb ik begrepen, dat het wel uit een idee geboren is van, er komen steeds meer ouderen, ze moeten langer thuis wonen. Dus eigenlijk is het belangrijk om fit te blijven en op deze manier een soort bruggetje te maken naar dat mensen toch mee gaan doen en toch blijven bewegen. Op deze manier hoef je natuurlijk, het is vaak wel motiverend om ook aan een sportgroep of zo mee te doen of meer bewegen voor ouderen. Maar in principe kunnen mensen het zelf thuis. Dus ook als je de deur niet meer uit kunt of als je de deur niet meer uit wilt, je kunt jezelf redden. En we hebben beweegprogramma's gemaakt van een kwartier. Als mensen dat elke dag doen, of in ieder geval 5 keer in de week, en daarnaast gaan ze bijvoorbeeld nog een kwartier lopen, dan hebben ze een half uur per dag matig intensief bewogen. Dus heb je je hele systeem even aangezet, je hart en je longen. En als je daarnaast ieder half uurtje of ieder uurtje nog even opstaat, dan is ook belangrijk. Als je de rest van de dag blijft zitten, dan leef je nog niet gezond. Maar als je daarnaast iedere keer even in de benen komt, ja, dat is gezondheid bevorderend. Daar hebben we de mogelijkheid voor willen. En daarnaast vinden we het belangrijk dat mensen ervaren dat het gewoon leuk is om te wegen. Oh, okay. Ja. En we hebben ook bewust de opnames gemaakt met de doelgroep waarvoor het een beetje bedoeld is. En doelgroep, dat zijn gewoon mensen, ouderen die toch meer moeite hebben met de staande, wat intensievere oefeningen. Ja. Niet dat deze oefeningen soms niet intensief zijn, maar alleen, het gaat om bewegen. Hè? Je ziet ook soms op de beweegprogramma's dat de mensen die meedoen de oefening ook niet allemaal precies zo doen zoals ik ze doe. En dat mensen gewoon ook over een drempel heen stappen en zeggen van, ach ja, het is ook niet zo erg als ik het even iets anders doe. Of iets minder snel of iets anders. Het belangrijkste is dat men ervaart dat bewegen belangrijk is en dat het leuk is. En misschien worden ze gestimuleerd om eens toch in de omgeving te kijken of een soortgelijk groepje ook in de buurt is. Een beweegprogramma willen maken en daarnaast informatie willen geven over allemaal ouderdomsgerelateerde, dus allerlei dingen die voor ouderen belangrijk zouden kunnen zijn. En we hebben jou of u ook geïnterviewd, nog als wethouder van Kampen. Je had duidelijke ideeën over hoe dat zou moeten zijn. En we hebben daarnaast de huisarts gevraagd en de apotheker en de podotherapie en de ergotherapie en de opticien. En we hebben, dus er is daarnaast nog heel veel informatie te vergaren die belangrijk zou kunnen zijn of leuk zou kunnen zijn om naar te luisteren.
oefeningetjes en tips, bijvoorbeeld hoe je loophulpmiddelen gebruikt, een rollator, stokken, hoe je goed opstaat uit de stoel. Dus dat is eigenlijk het totale pakket wat we eigenlijk samengesteld hebben, wat op een USB-stick ook te verkrijgen is eventueel. Maar zo zit het hele plaatje in elkaar, zeg maar. Nou, dank voor deze informatie en we zijn heel benieuwd hoe dat er in het echt uitziet. In ieder geval iedereen heel veel beweegplezier. Dat is het belangrijkste. Gaat vast lukken. In ieder geval beginnen met bewegen. En dat kan dan straks elke dag van 9:30 tot 9:45 bij TV IJsselmond. Dag mevrouw Westendorp. Ik heb begrepen dat u mee heeft gewerkt aan het beweegprogramma van de beide fysiotherapeuten. U kent vooral Irma, hè? Want u komt uit IJsselmuiden. Ja. En u heeft het heel erg leuk gevonden, vertelde u me net al. Dus waarom? Nou, mijn man die was in behandeling bij Irma en toen zei ze dat het beweegprogramma zou beginnen en dat ze ons wel geschikt vond om mee te doen. Nou, eerst denk ik, nou, dat zal wel. Maar we hebben het toch gedaan. Het was heel erg leuk. 6 keer dinsdagmorgen hier naartoe. En het was heel erg leuk. Ik kon het in het thuis nog wel eens weer over. En dan wisten we het niet meer goed meer welke oefeningen het waren. Ja. Maar ik heb er altijd heel erg van genoten. En toen het stopte, toen voelde ik me eigenlijk in een gat vallen. Ja. Want ja. Maar toen zei ze, ja, het komt misschien nog wel een keer dat je het kunt zien. Maar dat was toen dus niet. Nee. Het had het heel erg. En ook de contact met de mensen die we dan in het groepje van vierde waren. Dat was altijd heel erg leuk. Ja. Ja, ik vind het ook heel de beweging. Ja, ik vind het zelf voor mijn lichaam altijd heel fijn om, ook, om te doen. Ja. Als ik een dag niet doe, dan kan ik gewoon voelen dat ik het... Dus ik ben heel wat blij dat het nu op de televisie komt. Dan ga ik echt iedere dag daar, dan kun je jezelf weer zien. Ga je gelijk dan kan je jezelf zien dat ik bezig ben. En ik werd toen ook wel eens op de weg en zeggen, ik heb je vanmorgen nog helemaal gezien. En het was altijd leuk om... ik vond het heel erg leuk. Nou, dus wat u betreft moet iedereen gaan meedoen. Het is een heel eenvoudige oefening. Je kan het, ik vond het ook helemaal geen bezwaar om te doen. Ik kon het ook. Je kan het zitten doen. En ik vond het altijd heel fijn. Iedereen kan eraan meedoen. Het is ook heel belangrijk om te bewegen voor je lichaam. Blijven bewegen, hè? Zo is het maar net. Dus. Je wilt toch graag gezond blijven, zolang als het kan. Ja. En ook als het minder wordt. Maar toch bewegen, al zijn oefeningen toch makkelijk. Ja. En zo krijg je ook met elkaar een steuntje als je toch elke dag even... Eventjes ervoor gaan zitten, even die oefening doen, een kwartiertje. Nou, en dan is even een eindje lopen, boodschap doen en dan blijf je toch de beweging iedere dag. Dat is toch goed voor ons. Ja, heel mooi. Nou, u heeft het nu gehoord van iemand die het echt weet, want die heeft het zelf ervaren. Ja. Fijn dat u dat even wilde vertellen. Het is heel belangrijk om dit te doen. Precies. En nou, dus u kunt mee gaan doen. Maandag 9 mei beginnen we om 9:30 en het duurt een kwartiertje. En elke werkdag kunt u dan een paar oefeningen doen. Ik hoop dat u mee gaat doen.